Dit is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Dus het interesseert je gewoon allemaal geen flikker. En je loopt alleen maar te zeggen van ja, maar ik sluit ook netjes om 1 uur. En dat is niet zo. Geef dan ook doorgaans toe. Ja, maar geef dan ook toe dat je niet om 1 uur sluit. Geef het dan ook eens een keer toe. Want je zit nu mooi weer te spelen. En daar ben ik een beetje scheidziek van. Dom gelul. Ik ben er echt niet zat van. Ik vind het niet leuk. Rustig. Ik begrijp jullie frustratie. Hey, wat allemaal! In het hartje van Dronten zit Café La Vie, midden in een woonwijk. Dit echte feestcafé is 7 dagen in de week geopend en vooral zeer geliefd onder studenten. Het bier vloeit er elke avond rijkelijk, maar het zijn toch vooral de omwonenden die 's ochtends wakker worden met de kater. Rond 1 uur of 5 gaan ze een keer naar huis, maar wij de hele nacht wakker. Terwijl we onze nachtrust wel nodig hebben. Jurrie, de eigenaar van de kroeg, weet zelf eigenlijk ook niet wat hij nou moet doen om de overlast te verminderen. Ik heb alles eraan gedaan wat in mijn macht ligt. Om het te beperken, het geluidsoverlast. Maar ja, ik kan ze moeilijk een duct tape om de mond snoeren. Dus ze zo stil houden. De omwonenden klagen al jarenlang bij gemeente en politie, maar tot nu toe zonder enig resultaat. Maar er moet nu echt dringend wat gebeuren, want de buurt is na jaren van overlast ten einde raad. Hier wonen we dan, lekker in de Schouwstraat. Hartstikke gezellig huisje, lekker buurtje. We hebben 1 probleem. En dat is het geluidsoverlast van het café aan de overkant. Kijk, soms dan staan ze gewoon helemaal tot... Nou, we hebben foto's op Facebook. Maar volgens mij staan ze wel tot hier te drinken, midden in de nacht. En overlast te veroorzaken, te schreeuwen. Bezoekers van Café La Vie die gaan buiten een sigaretje roken, nemen een biertje mee en dan gaan ze herrie lopen schoppen. En dan heb je ook nog eens een keer muziek van binnenuit naar buiten en daar willen we eigenlijk wel eens een keertje vanaf. Ik heb het café in 2011 overgenomen. Toen ik het café overnam waren er eigenlijk al heel veel klachten en die kreeg ik er eigenlijk gratis bij. Ik heb geen zin om elke nacht zeg maar, om 3:30 de politie te bellen omdat er overlast is. Het is op maandag, op dinsdag, op woensdag, op donderdag, op vrijdag en op zaterdag. Het is gewoon de hele week is er gewoon overlast van die zaak. Ik heb alles eraan gedaan wat in mijn macht ligt om het te beperken, het geluidsoverlast. Nou, ik zou graag willen laten zien dat we dubbele beglazing hebben. We hebben een extra dikke deur hebben we laten zetten. Een geluidssluis, we hebben isolatie van binnen. Ja, we hebben een geluidslimiter hebben we laten plaatsen. Dus ja, we hebben er eigenlijk zoveel aan gedaan als dat we konden. Dan gaan ze s'nachts tot diep in de nacht dan gaan ze aan het schoonmaken. Nou, dan trekken ze dat ding. Trekken ze zo. Overal tegenaan. Worden die kleppen opengegooid. En dan wordt nog eventjes zo met de asbak tegen de container aangeslagen. Nou, dat is dus geen doen, hè. Dat moet je overdag doen. Het slaat gewoon ergens op. Ja, ik snap dat er wel eens overlast is. Als je dicht bij een school woont, dan weet je ook dat je overlast hebt van gillende kinderen. Ja, dan kom ik hier door de steeg heen. En dan wil ik naar huis. En dan moet ik over de kots heen springen. Ze staan gewoon overal tegenaan te kotsen, tegen het hek wel. De heren die hadden wel eens een keer behoefte om hun urine te laten lopen. Ik sprong altijd zo van de ene kant naar de andere kant en uiteindelijk stond ik in het droge. Ik zou springen, een beetje schotje springen, zeg maar. Wat betreft vertrekkende gasten, ik weet niet tot waar mijn verantwoordelijkheid ligt. Is dat tot aan het terras? Is dat tot aan de straat? Is dat tot over de straat? Is dat tot aan hun huis? Ja, dat is voor mij ook een groot vraagteken. Eigenaar van La Vie, we zijn er zat. Boom.
Nou, daar zijn we dan. Ook in Dronten is het vrijdagavond, een gezellige avond waarop heel veel mensen gewoon een biertje gaan halen. Daar is Café La Vie, het café waar het allemaal om gaat. En dit is het huis van Fini, waar heel veel buren zich verzameld hebben. Eens even kijken. Goedenavond. Victor. Fini Renkema, kom verder. Dankjewel. Wil je jas ook even uitdoen? Ja, dat is misschien wel handig. Ja, hè? Dat is wel gezellig. Dan heb je er straks buiten niks meer aan. Dat is een hele ouderwetse. Ja, kom verder. Dankjewel. Even kijken hoor, Fini, want jij woont hier. Ik woon hier, ja. En je woont inderdaad pal tegenover de kroeg. Ja. Normaal gesproken is het niet zo heel erg als je vlak bij de kroeg woont. Het kan ook heel gezellig zijn. Maar in jullie geval is dat niet zo. Nee, en vooral 's nachts niet. 'S Nachts wordt het echt gillen en gieren. En dan spookt het daar de hele nacht een beetje rond. Was het afgelopen nacht ook weer raar? Ja, afgelopen zaterdagnacht. Ze hadden een feest vannacht. Ja. Ja. Maar hebben jullie veel last van slaapproblemen? Ik ja, wel, ja. Vooral zij. Ja. Vertel eens. Nou, ik heb nachten dat ik wakker lig, ja. Dus wat gaat het dan elke nacht? Schrik ik weer wakker van de herrie? Moet je dit nou eens godverdomme zien? Dan zitten ze daar weer lawaai te maken. En dan moet je ook nog eens een keer weer opnieuw in slaap vallen. Op een gegeven moment dan spring je eruit en dan ga je maar een keer de politie bellen of zo. Want ja, het moet toch wat aan gebeuren. Wat doet de politie met uw klachten? Niks. Ja. En daar krijg je ook de vernielingen bij. Ja. Want mijn schutting is dus al verschillende keren in elkaar getrapt. Dat is echt zonde, hè? Hij gaat helemaal eraan. Elke keer is mijn schutting gaat eraan of ze gooien hier allemaal troep in de tuin. Ik ben er echt spuugzat van. Gewoon helemaal ondersteboven getrokken. Ik moest mijn hele vakantiegeld moest eraan uitgeven. Het kost me even 700 euro. Nou, 800. Nou ja, bijna 800 euro. Daar gaat onze vakantie. Maar heb ik nou ook goed begrepen dat ze hun ontlasting gewoon... Ja, ja. Er wordt dus veel gepoept, want ik denk dat wij een lekkere poepplek hebben. Donker en... Bij u achter het huis? Ja. En wat doet u daar dan mee? Nou, niks opruimen natuurlijk. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk? Ja, ik vind het goor. En af en toe ligt er ook nog wel eens een tissue bij. En dan kan ik nog zien dat iemand ongesteld is geweest of ongesteld is. Ja, sorry, zo is het gewoon. Nee, ik vind het vooral heel vervelend voor u. Het is gewoon heel smerig. Ja. Ja. Maar bent u al eens gewoon naar de overkant gestapt? En nee. Bij wijze van een biertje besteld en gezegd, Jurrie, nee. Mag ik eens even met je praten? Nee, ik ben vast te bang dat ze mijn tuin afbreken. Ze intimideren je gewoon. Nee, dat doe ik niet. Ik vind dit heel erg spannend, want ik wou eerst ook niet meedoen. Ik ben gewoon bang wat er morgen allemaal weer gebeurt. Dat is ook heftig. Ja. Ja, je moet echt... Als ik s'avonds de boom ga bijvoorbeeld, het is druk, doe ik nergens licht aan. Gewoon om niet op te vallen. En dat doet u allemaal omdat u anders bang bent dat ze u ja, gaan pesten? Ja, hey, het licht gaat daaraan. Hé, hey, oh, die mensen zijn erop. Hé, hey, misschien een leuke steen erdoor. Zoiets. Ja. Maar het voelt bijna alsof jullie een soort van wandelende tijdbom zijn. Oh ja. Ik heb wel eens... niet dat ik het zou doen of zo. Het zijn meer praatjes van, nou, nu pak ik mijn hondbakknuppel en ik sla er alles kort en klein. Maar ze heeft voor een paar weken terug heeft ze lopen googelen voor hoe lang ze zou moeten zitten als ze de tint daar in de hand zou steken. Maar dat was een beetje lang, 12 jaar. Ik dacht dat het 2 jaar zou zijn, maar 12 jaar was een beetje te lang. Je doet het niet, hè? Nee. Dus ook niemand... Maar je gaat wel dingen volgen. Ja, als er echt niks aan te doen valt, nou, wat moeten we dan? Zo, want, weet je ziet op Chanel die rotbeelden van die oorlog. Hem zit er zo'n raket op de schouder. Dan denk je zo vaak van, god, waar had ik dat ding maar voor 5 minuten? Daar was het probleem opgelost. Wat is het voor man, Jurrie, de eigenaar? Volgens mij is het een stront eigenwijze vent. Ja, arrogante vent, denk ik. Ik ken hem persoonlijk niet, hoor. Maar zijn gedrag is arrogant. Eens krijg ik te horen... dat meneer heel goed is van maken van afspraken, maar niet nakomen. Oké. Wat wilt u van meester Visser? Wat is uw eis? Een jachtgeweer. Een jachtgeweer? Ik kan je wel vertellen, dat heeft hij niet bij zich. Jammer. Nee. Maar wat is echt jullie eis? Het handhaven van een sluitingstijd en het handhaven van zijn publiek buiten. Elk verhaal heeft twee kanten, zo ook dit verhaal. Ik ga naar de overkant.
Overduidelijk, de rookplek. Ja. Het is volgens mij nog rustig. Volgens mij ben jij Jury. Ja, dat ben ik. Hi. Victor. En jij bent Victor. Nou. Aangenaam. Dit is nu een begin van een vrijdagavond. Het is nog redelijk rustig. Maar hoe ziet bijvoorbeeld een drukke avond eruit? Nou, feitelijk in het weekend gebeurt het pas na 12 uur. Dan komt het uitgaanspubliek los. Ja. En dan begint het druk te worden. De buren hebben dus heel veel overlast van de kroeg. Weet jij dat? Nou, dat is mij nu eigenlijk sinds jullie gebeld hebben echt pas officieel bekend geworden. Want ik heb nooit een gesprek gehad met de buurt. Ze zijn nooit bij me geweest. Ik heb de eigenaar Jury een keer gesproken. En dat vond ik dus heel onverschillig, want ik was met hem aan het praten. En hij zat op zijn telefoon te kijken. Dan denk ik, hoeveel interesse heb jij voor je omwonenden? Het kan zijn dat ik even druk was ergens mee. Maar als iemand even vraagt, oh, heb je even tijd voor mij? Dan zal ik er altijd tijd voor maken. Ja, zij zeggen dus tegen mij, ja, we hebben ongeveer een abonnement op de politie. Dus dat zou jij toch moeten weten? Het is wel eens een enkele keer dat de wijkagent, die heeft me 2 keer aangesproken van, nou, er zijn wat klachten binnengekomen. We hebben wel eens gedacht dat ze vrienden hadden bij de politie. Want als de politie dan komt, dan is het rustig. En ze zijn weer weg en dan gaan ze weer vrolijk verder. Ik heb een heel kort lijntje met de politie, dat zeer zeker. Maar dat is ook wenselijk. Hoe laat sluit je? Om 1 uur gaan we dicht en in het weekend om 3 uur. Oké, nooit later. Nee, eigenlijk feitelijk bijna niet. Nee, want de buren zeggen dus dat echt soms tot 7 uur doorgaat. Soms zelfs 8 uur. Nee, never. Daar durf je echt de handen voor het vuur te steken, dat is niet waar. Dat durf ik wel te zeggen, dat wij nooit tot in de ochtend het café open hebben. Nee. Realiseer je wel dat het buiten inderdaad lawaaiig is? Ik kan me voorstellen dat er vocaal behoorlijk wat... Ja, dat kan best wel eens wat uitschieten zijn. Maar dat heb jij natuurlijk wel een beetje zelf in de hand. Hoe? We hebben een tijd lang binnen laten roken. Puur om het overlast op straat ook tegen te gaan. Maar ja, goed, als je boete op boete krijgt, dan is de mond wel af. Ja, dan sta je wel met je rug tegen de muur. Buren zeggen dan ook inderdaad, schuttingen zijn vernield, omvergeschopt, omvergetrapt. Ja. Voel jij daar nog een verantwoordelijkheid? Het gebeurt bij mij in de straat ook dat mijn spiegel in een keer naar binnen geklapt is. Ik vind het heel vervelend dat het gebeurt, hoor. Ja. Dat staat voorop. Eén ding is wel duidelijk geworden, de buurt is helemaal klaar met het café. En Jury aan de andere kant zegt, ja, ik heb er echt alles aan gedaan om de overlast tegen te gaan. Samen een borreltje drinken zit er voorlopig niet in, denk ik. Ik ga beide partijen naar buiten halen, want meester Visser is onderweg. Goedenavond. Goedenavond. Komen jullie erbij een beetje in niemands land zo in de midden? Dat is goed. In niemands land? Ga ik de andere partij halen, zie ik jullie zo. Het is 11 uur. Gezellig druk al wel. Ik heb wat drinken van mij. Ik ben geen belanghebbende. Geen belanghebbende. Kom. Kopje koffie. Colaatje, ook hier. Van harte welkom. We staan een beetje in niemandsland, Jury. Ja, hi. Nou, de buren. Je kent ze. Buren. Goeiedag. Nee, je kent ze niet. Je kent ze eigenlijk nog. Ik ben Jelle, de boosdoener. Echt waar, ben jij het? Nou, leuk. Ze heeft meester Visser ingeschakeld. Ja. Kijk aan. Volgens mij is dit de eerste keer dat jullie zo dicht bij elkaar staan. Ja. En elkaar echt voor het eerst in de ogen kijken. Klopt. Jij zegt, om 3 uur is het echt sloes. Woon hier al doen? Kun je het van onze slaapkamer meemaken? Want het is echt niet om 3 uur stil. Ik zeg ook niet dat het om 3 uur stil is. Het is door de week ook tot 4 uur, 5 uur, 6 uur. Ja. Het is helemaal niet waar dat hij tot 3 uur open is, want ik ging wel eens naar mijn werk en ik kwam eens nog uit die knop. Hij is veel langer open, maar die man is niet altijd aanwezig. Dus die weet dat helemaal niet wat er gebeurt.
sta je daar met toch wel 7 boze mensen tegenover je. Ja, dan voel je je aangevallen. Ik ben hier om oplossingen te zoeken. Ik vind het wel erg laat. Mag ik dat zeggen? Want wij zijn hier al 5 jaar mee bezig, hè? Ja, maar ik ben hier nog maar 3 jaar. Ja, dat kan me niet schelen, maar 2011. Dat duurt nog 3 jaar te lang. Als ik nou u zou wezen, hè, en ik zou dan overlast veroorzaken en ik zou dan een politie aan de deur krijgen, 's nachts. Want het is gebeurd, hè? Er komt regelmatig politie langs. Ja, dat is dus het ding. Jury zegt dus dat hij van de politie te horen krijgt dat het zo goed gaat. Ja, ja. Oh ja. Oh ja, dat geloof ik direct. Nou, toch, Jury? Het gaat. Dat ben ik toch gewoon uitgepraat? Hij zegt dat hij nergens vanaf weet. Maar hij weet donders goed wat vanaf. Het bewijst maar hoe zo'n huigelaar het is. Laat ik vooropstellen, het is geen ideale locatie voor een café. Wat doe je dan aan het handhaven van je klanten hier voor je buiten? Wat doe je daaraan? Wat doe je? Ik kan toch niet binnen laten roken? Nee, maar is dat een bouw? We vegen het toch. Laten we wel zijn. Jongens, val nou niet. Ik wil graag. Ik vind het niet. Rustig. Ik begrijp jullie frustratie. Ik stop nu. Jullie blijven erbij. Blijf erbij, jongens. Hou het rustig. Ik probeer oplossingen. Even ik. We vallen u niet aan, maar we proberen u duidelijk te maken hoe ernstig de zaak is. Want u ziet snap dat niet. Ik. Jawel, ik zie het wel. Meester Visser is gearriveerd, jongens. Ja. Ik zou het heel mooi hebben gevonden als wij in gesprek waren geweest. Goedenavond. Meester Visser, kom erbij. Ja. U komt wederom als geroepen. Ja. Dit zijn de buren. Die wonen hier aan deze kant van de wijk. En dit is Jury, de eigenaar van Café La Vie. Helemaal alleen tegen deze kant. Mensen. Ja? Nou, daar. Ja, zo voelt hij het ook wel een beetje. Ja. Vissen. Ja. Dus ik stel voor dat we eerst eens naar binnen gaan. Goed idee. Ja? Ik heb me warm aangekleed. Is onze geluidsdeskundige? Ach, ja. Ja. Nou. Waar is Victor? Ja. Die ben ik. Volgens mij is het ook een tijd geleden dat u in de kroeg bent geweest, of niet? Dat denk ik wel. Ik zou zeggen... volle sterkte. Muziek zachter. Harder. Harder. Nog harder. Allerhardst. Echt waar? Op het allerhardst. Allerhardst. Dat ga ik regelen. Allerhardst. De visser, hij staat nu op zijn hardst. Oké. Want er zit een limit erop. En dat is een zegel. En als zij hem harder zetten en dus dat zegel verbreken, dan krijgen ze een boete. Oké, en dat zegel zit erop. Dat zegel zit erop. Nou, hij staat nu op zijn hardst. Ja. En de limit er zit erop. Ja. Verzegeld en al. Nou, we kunnen even testen of het werkt. Ik was pissig, ja. Er werd gezegd dat die geluidsding op zijn hart stond. Nou, ik ben daar ook een keer binnen geweest in die kroeg. En toen kon ik niet eens normaal praten. En dan kon ik nu wel. Ik heb wel het idee dat Jury de boel manipuleert. En dat er hier vooraf afgaand al een keer is gesjoemeld met de geluidsapparatuur. Tot die biertapper. Waar zit de limiter? Niet aanzitten, want als hij kapot gaat, dan hebben wij een probleem. Ik wil hem wel even testen. Dus ik wil hem al uitzetten en dan moet ik de muziek uithalen en uitschrijven als het goed is. Oké, doe maar. Ja. Hij doet het. In het café vond ik het heel bedreigend, omdat mensen tegen ons aanfloten. Vijandig. Ze hebben net een rare opmerking in de bar gemaakt. Dat ze nu weten waar wij wonen. Er kwam op een gegeven moment een paar venten naar ons toe van... Nou, we weten nu waar jullie wonen, wacht maar af. Dat is wat er gezegd is. Ik vind het niet zo prettig. Dat vind ik wel een bedreiging. Wat we nu gaan doen... is, we gaan nu eigenlijk meten bij, even kijken, direct hier aan de overkant. Dat bent u. U woont hier, we komen ook bij u hoor, want u woont direct om het hoekje, hè? Ja.
Maar ik kan u nu al vertellen dat het geluid wat er nu geproduceerd wordt niet het ware geluid is. Hij kan niet harder dan dit. Ja, maar hij is harder geweest. Ik ben hier een keer binnen geweest, toen kon ik de mensen niet eens fatsoenlijk verstaan. En ik kan nu iedereen gewoon verstaan. U zit op een grens, hoor. Hij kan niet harder dan dit. In het kader van de proef zouden jullie even allemaal naar binnen willen. Dan gaan we nou een nulmeting doen. Een nulmeting? Ja, een nulmeting. Dus moet iedereen even naar binnen. We moeten naar binnen. Even naar binnen. Meester Visser. Oh. Meester Visser. Ja, Victor, zou je nu even het geluid heel hard kunnen zetten? Ietsje zachter, man. Harder. Ja, dus ik heb de muziek nu even stilgezet. Ja, maar hij moet nu op zijn hart. Dan ga ik hem nu op maximaal. Op maximaal. Ja, lekker nummertje ook, hè? Ja, daar laat ik me niet over uit. Goed, sta je niet. Dan stel ik voor dat wij nu naar uw slaapkamer gaan, als ik zo onbeleefd mag wezen. Dat mag. Dit is een steegje waar ze dan... Ja, spugen, plassen, kotsen. Nou ja, schuttingen vernielen. Schuttingen vernielen. Ja, ja, ja. Ja, en dit was de schutting die... Dit is ons vakantiegeld. Ja, ja. Daar is onze vakantiegeld in opgegaan in plaats van op vakantie gaan. Hoe is wat jullie klaar? Zouden jullie even met me mee naar buiten willen lopen om voor het café een beetje met elkaar te praten? Ik kan meester Visser aan de overkant horen hoe hard dat nou eigenlijk is. Jullie dat doen? Ja. Oké. Zo. Ik praat zo normaal. Dit is... Ik hou even mijn mond. Ah, ja, nee, dat doet toch niet. Ah, nee. We kunnen elkaar zo ook verstaan. Maar kun je je voorstellen dat die mensen er last van hebben? Nou, dat weet ik niet. Ik wil wel eens weten hoe het dan, als ik daar binnen zit, en dan hoe dat geluid dan vanaf hier is, dat ben ik wel benieuwd naar. Ja, nou, ja, dat is nou exact wat mensen te vissen maken. Dag, Victor. We staan gewoon gezellig gesprek te voeren, maar niet overmatig te schreeuwen of zo. Kunnen ze misschien een beetje dronkenmansgelal laten horen? Kunnen jullie een beetje drankgelal kunnen laten horen, jongens? Ja, la, la, la. Het schreeuwen van het publiek, dat komt overeen met wat wij normaal horen. En dat is frequent tot een uur of 4, 5 gewoon aanwezig. Ik heb het hier gehoord. We gaan weer naar beneden. We voegen ons bij de groep. Goed. Nou, we hebben het allemaal gehoord. Wat Janneke mij net wel een beetje toefluisterde, is zeggen van ja, ik vind het toch wel vervelend dat een aantal mensen in de kroeg me net een soort van gezegd hebben, ja, ik weet nu waar je woont. Janneke, en dat is juist waar jij zo bang voor bent. Ja, ja. Hebben ze dat gezegd? Leerlingen vannacht weer. Ja, dat is net gezegd. Ja. Ja, dan hangt mijn kamer vannacht tot morgen bij het raam. Ja. Ja. Niet zo leuk, hè? Nou zat ik... Dus laten we hopen dat dat gewoon een beetje dronkenmanspraat is. Dat hoop ik ook, want anders dan... waar is de burgemeester? Waar is de politie? Ja, waren die er maar? Ja. Ik snap dat er bepaalde reacties vanuit het publiek komen... Ze zijn natuurlijk ook bang dat hun leuke cafeetje wordt afgenomen. Ja, nee, ik zou daar niet te zwaar aan tillen. Neem het met een korreltje zout. Beste mensen, we zien morgen elkaar vroeg op de hoorzitting. En dan zullen we verder over de zaak praten. Ik ga een slaapletje nemen en als er morgen schade is, ja, nou ja, dat zien we dan wel. Ja. Ik ben echt bang dat er vannacht weer wat gebeurt of morgen nacht. Dat weer of van allerlei weer kapot gegaan is bij mijn schutting. Of dat ik weer wat voor de deur heb staan. En daar hou ik niet van. Ik ben een beetje pissig nou. Ik vind het niet normaal dat je buurtbewoners gaat bedreigen. Het is hoog tijd voor de hoorzitting. Alle partijen hebben zich hier binnen verzameld. Ik ben heel benieuwd. Ik kon niet echt slapen vannacht.
me er veel te veel mee bezig. Het is best spannend. Het café is een bron van inkomsten voor me. En dat staat nu wel in het geding. Jullie moeten een keer leren om te zeggen van... als ik overlast veroorzaak, dan moet ik dat dus gaan oplossen. En dan moet ik niet gaan zeggen van jullie zijn zeurders. Ik hoop dat we er toch wat mee opschieten... en niet nog weer weken in angst moeten zitten dat er wat gebeurt. Ik zie nergens echt tegenop. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Welkom, we zijn hier in eterij, drinkerij De Rede in Dronten. En aan de orde is de zaak tussen de buren Poelman, Schotpoort, Renkema, Weesop, Van den Berg, Leeuw en Vels. En allemaal tegen Klein Horeca BV, meneer Klein. Allemaal tegen het café. Ja. U heeft een enorme overmacht tegenover u. Enorm. Hoe voelt dat? Nou, indrukwekkend. Had u ze wel eens gesproken? Nee, op één persoon na. Die heeft mij een keer aangesproken. Maar voor de rest ken ik eigenlijk deze mensen niet. Volgens het handelsregister bent u in 2011 eigenaar geworden. Klopt. Maar er is een drank- en horecawetvergunning afgegeven in 2012. Ik heb die vergunning gelezen en er staan geen voorwaarden in. Klopt. Met andere woorden... Ja, van de gemeente Dronten uit zijn er geen officiële sluitingstijden voor. Zijn er ook niet. En volgens de APV dus geldt het. Ben je in principe vrij in. Nou geven wij wel een indicatie van sluitingstijden aan. Ja. Nou ja, op uw website, daar staat dat u al redelijk vroeg zou stoppen. Toch? 1 uur door de week en 3 uur in het weekend. Maar de klagers eisen, wat de klagers eisen is... Zijn eigen sluitingstijden. Dat u door de week om 1 uur dicht moet. En dat u vrijdags en zaterdags om 3 uur dicht moet. Ja. Dan, wat is het probleem dan? Dat u zich daar niet aan houdt? Nou, dat ik me daar niet aan hou. Omdat wij eigenlijk... hoeven wij ons daar niet aan te houden. Omdat we vrije sluitingstijden hebben. Het is een indicatie die ik heb aangegeven. En je loopt alleen maar te zeggen van... ja, maar ik sluit ook netjes om 1 uur. En dat is niet zo. Geef dan doorgaans... ook toe. Ja, maar geef dan ook toe dat je niet om 1 uur sluit. Geef het dan ook eens een keer toe, want je zit nu mooi weer te spelen. En daar ben ik een beetje scheidziek van, met een dom gelul. Doorgaans gaat hij wel om 1 uur dicht. Nee, mogen er geen nieuwe klanten meer binnenkomen. Ach, en wat binnen is... Alsjeblieft, hé. Alsjeblieft. Nee, dat is niet waar. Nee, want luister, als u nu gewoon om 1 uur dicht zou zijn... dan zou ik kunnen zeggen, dan zijn we het eens, handje klappen. Ja, dan zijn we precies, klaar. Dan is klaar. Maar dat is niet zo. Alleen nog de uitvoering, hè? Maar zullen we eerst eens... Want gisteren hebben we van allerlei metingen gedaan. En ik ben inmiddels wel eens benieuwd. Eerst maar eens even binnen... De geluidsbegrenzer. Ja. Ik heb inderdaad een aantal metingen gedaan in het café. Ja. En ik heb daar niveaus gemeten van om erbij de 90 decibel binnen. En het mag maar 75 zijn. Inderdaad. En ondanks dat de limiter werkt, is er toch te veel geluid binnen. Hoe kan het dan? Ja, ik denk dat de limiter niet juist is ingeregeld. Dan moet die beter worden ingesteld. Hij moet inderdaad beter worden ingesteld, zou ik adviseren. Oké. Okay. Ja. U heeft ook gemeten buiten op de gevel bij... Waar mijn vrouw woont, heb ik inderdaad... De recht tegenover? Ja, de recht tegenover. En vastgesteld heb ik 49 decibel op de gevel. Is dat veel? Dat is redelijk veel, want de norm die het activiteitenbesluit daarvoor aangeeft... Mm-hmm. Die is 30 decibel. Dus er was een overschrijding van 19 decibel op de gevel. Oké. Maar de mensen klagen eigenlijk nog niet eens over de muziek. Nee, de klachten gaan over het stemgeluid. Ja. Daar hebben we ook testen mee uitgevoerd. Ja. Ja, daar kwamen toch ook wel niveaus uit die eigenlijk te hoog zijn. En bij u in de slaapkamer heb ik waardes gemeten tussen de 47 en 63 decibel. En normaal is een slaapkamer tussen de, als je rustig wilt kunnen slapen, tussen de 25 en de 30 decibel. Ja. Dus als je al een klein beetje zo gaat praten, dan kom je al tegen de 70 aan. Nee. Je hebt het toch zelf gehoord? Vond je het normaal hoe dat klonk? Had jij niet zoiets van, We hebben echt moeten aangeven om aan de mensen... meneer Visser heeft zelf gebeld van, nu moeten ze even gaan lallen. Ja. En toen is dat waarschijnlijk gemeten. Dus dan hebben ze heel overdreven. Maar zo is het toch? Zo gebeurt het toch? Weet je wat het is? Hey, klootzak, homo! Ja. Hoe gaat het daar doorheen? Daar gaat het over. Ja. En dan lig je weer te slapen... En dan gaan ze weer buiten roken. En dat ze staan te kletsen interesseert me geen flikker. Ja, maar dan gaan ze weer lopen schreeuwen. Nou, dan slaap je weer niet. Nee, maar luister, wat meneer Klein zegt, en dat snap ik wel. Die zegt, ja, het geluid op zichzelf. Ze staan niet met een sirene of zo. Het is het geluid zelf, wat je in zo'n slaapkamer meet, is alsof iemand staat te praten. Maar ja,
u denkt, als u s'nachts ligt te slapen, vindt u ook niet prettig als iemand naast uw bed gaat zitten praten. Nee, maar daarom ga ik ook niet in de buurt van een café wonen. Nee, maar dan moeten wij gaan verhuizen. Of bij een school. Ik bedoel, daar kun je ook... Moeten we gaan verhuizen. Moeten wij verhuizen of de kinderen, gaan verhuizen? Ja, ik kan me voorstellen, een school heeft ook... Bezorgd ook overlast. Maar de vraag is natuurlijk ook even, hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de café-eigenaar? Hoe ver gaat uw verantwoordelijkheid bij? Want de mensen klagen er ook over dat vernielingen... Ik ben ook heel benieuwd. Ik ga ervan uit dat tot het terras... Dat we daar kunnen handhaven. Maar wat er verder gebeurt... Ja, we kunnen niet met de mensen meelopen. Wat ik zo jammer vind, dat de burgemeester er niet is. Ja. Als ik een nacht kan overblijven om hier in Dronten mee te denken aan een oplossing. Een probleem wat al zo lang bestaat. En dat hij er nou niet is. Er is wel iemand van de gemeente, heb ik begrepen. Meneer Van Vliet. Ik wil er wel even op reageren. Ja. De laatste jaren zijn op het stadhuis geen... signalen binnengekomen die van structurele aard waren qua problemen. Nou, als wij bellen en we zeggen Schouwstraat, dan is gelijk al, oh, Café La Vie. Dus dan moet je nagaan hoe vaak wij bellen. Als ik wat gezegd heb, of als de politie bij mij een keer op de stoep staat, dan wordt wel weer in de buurt weer wat vernield. Vannacht hebben ze ook weer aangebeld. Dan denk ik, waarom? Is dat zo? Ja, echt waar. En er is een raar gedrag bij, hoor. Want ik heb zelf meegemaakt, ik woon daar bij dat boompje... en dan gaan ze altijd dan onderstaan als ze weglopen. Een groot hoop lawaai. Ik ben naar beneden gegaan en ik zeg, jongens, wil je alsjeblieft doorlopen? Want ik wil ook mijn nachtrust hebben. De dame, die komt terug. Ze doet haar rok omhoog. Ze doet haar onderbroek uit. Ze draait haar achterwerk, haar derrière, naar mij toe... En ik wel spottend en lachend erover. Maar ik voelde me zo beledigd. Kwamen die mensen uit het café? Nee, die kwamen uit de gereformeerde kerk. Nee, het is een vraag, hè? Ja, nee, laten we nou wel blijven. Tuurlijk. Altijd in de verdeling gaan. Ik accepteer het. Maar dan moet er toch wel wat gebeuren. Ja, nou. Ik heb denk ik alles behandeld. Dan sluit ik de hoorzitting. Ik ga over de zaak nadenken. Ik kom straks terug. En dan zal ik u zeggen wat de beslissing is in deze zaak. Ja? Het is op maandag, op dinsdag, op woensdag, op donderdag, op vrijdag en op zaterdag. Het is gewoon de hele week is er gewoon overlast van die zaak. Ik heb alles eraan gedaan om het te beperken, het geluidsoverlast. Het is moeilijk een duct tape om de mond te snoeren, die ze zo stil houden. Ik heb daar een niveau gemeten van onder de 90 decibel binnen. En het mag maar 75 zijn. Hoe laat sluit je? 3 uur. Het is helemaal niet waar dat hij er 3 uur op is, want ik ging wel eens naar mijn werk en ik kwam dus nog uit die knop. Eigenlijk hoeven wij ons daar niet aan te houden, omdat we vrije sluitingstijden hebben. Wat zou het nou voor jou betekenen, in het ergste geval, als die sluitingstijden een stukje omlaag gaan? Dus bijvoorbeeld misschien wel naar 12 uur? Nou, dat betekent wel een omzetdaling van 40%, zo niet 50%. En kun je die aan? Want als gevolg, die kunnen wij niet aan. Wat verwacht u van de uitspraak? Als ik dat zo hoor van over de geluidsoverlast sowieso al... dan denk ik van, nou, wij klagen dus niet voor niks. Dit duurt al zo lang en wij vinden gewoon, nu moet er dus wat gebeuren. Dames en heren, het is tijd voor de uitspraak. Ik wil iedereen vragen, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Want hier is meester Frank Visser. Gaat u zitten als u wilt. Uitspraak in de zaak van Klein Horeca BV tegen de buren. Ja, het echte probleem met deze zaak kan ik niet voor u oplossen. Want het café staat gewoon op de verkeerde plek. En het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de gemeente dit ooit heeft toegestaan. Het komt me dan ook voor dat de gemeente, die mede een belangrijke oorzaak is van dit probleem, nu eens gaat meedenken over een echte oplossing. Te weten, een verplaatsing van het café naar een betere plek. Dat gezegd hebbende, moet er natuurlijk ook nu al wat gaan gebeuren. Want voldoende is komen vast te staan dat de directe buren van het café onaanvaardbare geluidshinder ondervinden. Wat betreft de muziekinstallatie is het makkelijk, want ontdekt is dat die begrenzer niet goed is ingesteld en dat moet natuurlijk opnieuw gebeuren, maximaal 75 decibel.
Dat is makkelijker. Maar nu het moeilijke. Want het allerbelangrijkste in deze zaak, en daar klagen de buren over, is toch de overlast die ze ondervinden van gasten die op straat voor het café staan te praten en te schreeuwen. En ik moet zeggen dat de door de klagers voorgestelde sluitingstijden door de week om 1 uur en op vrijdag en zaterdagavond om 3 uur... eigenlijk heel schappelijk zijn. Heel redelijk. U kunt namelijk, meneer Klein, uw brood verdienen. En zij kunnen dan na die tijden gewoon slapen. En ik vind dan ook dat u die sluitingstijden ook nu echt moet gaan handhaven. Door de week dus en op zondagavond na 1 uur... en op vrijdag en zaterdagavond na 3 uur... moet de zaak ook echt leeg zijn. En het terras voor het café ook leeg. En om nu te voorkomen dat het allemaal een beetje gebeurt, zal ik daar wel een boete op moeten stellen. Elke keer dat u zich niet houdt aan die sluitingstijden, zoals ik nu u net heb uitgelegd, verbeurt u aan de klagers een boete van 200 euro per keer met een maximum van 20.000 euro. Dat kan dus bijzonder oplopen. Verdere maatregelen, die zijn ook geëist, wat betreft orde en rust in de buurt, die kan ik niet aan Klein opleggen, want daar is de burgemeester weer aan zet en de politie. Dit is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Wat vinden jullie van de uitspraak? Ik vind een goede uitspraak. Jullie zijn blij? Ja, ik hoop ook voor jullie dat ik hoop gewoon dat ik geen boetes krijg. En dat er dus met de gemeente nou echt een daadwerkelijke oplossing voor me komt. Ik gun je geen boete, dat is makkelijk zat. Ja, ben jij net zo blij, Jurrie? Ik ben tevreden. Ja hoor. Ga je aan die sluitingstijden houden? Uiteraard. Jullie hebben elkaar nu in de ogen gekeken. Jullie weten wie Jurrie is en dat het geen kwaaie kerel is. Dus ik zou jullie ook willen zeggen, als er nog een keer wat gebeurt, spreek elkaar gewoon direct aan. Volgens mij is het dan voorlopig een goede oplossing. Doen we, hè? En dan moet de gemeente de rest doen. Ja. Is goed. Dank jullie wel in ieder geval. Dank je wel. Voor jullie verhaal. En heel veel sterkte met de zaak. En ik hoop dat het rustig blijft. Ik ook. Sorry dat het zo moet lopen, maar ja. Nee. Bedankt allemaal. Goed. En ga ons een keer een biertje drinken als de muziek wat zachter staat. Hey, is dat misschien een leuke? Bedankt. Meester Visser, het zit er weer op. Ik hoop dat er definitief een einde komt aan het gebrul op straat. Ja, de kroegtijgers die zijn getemd. Zonder jachtgeweer. Ook dat nog. Zit u nou thuis te kijken en ligt u misschien ook wel wakker van een of ander juridisch conflict? Dat u niet kunt slapen. Wacht dan niet langer en meld u aan. Komen wij zo snel mogelijk naar u toe. Zeker weten. Even de laatste puntjes op de i. Ja, dus hem iets zacht zetten. Dan moet hij zo goed zijn. Nou. Lijkt me goed, toch? Ja, voor een bejaardenhuis wel, ja. Heel stil aan de overkant.